In de Surinaamse media, onder de naam Dagblad de West, is er een artikel verschenen over de hulp aan het binnenland van Suriname. Ik zal hieruit voorlezen wat er geschreven staat en wat er in dit artikel wordt gesuggereerd: Alleen reist voor het binnenland? Afgelopen week werd door de overheid aangekondigd dat er hulp geboden wordt aan het binnenland. De vicepresident heeft zich ingezet om pakketten te sturen naar het gebied dat getroffen is door droogte. Echter blijkt dat het slechts om een hoeveelheid reis gaat. We kunnen de vicepresident niet kwalijk nemen, gezien de hulp uit eigen middelen komt. Maar waar blijft de steun vanuit de overheid? De vicepresident, een invloedrijk persoon, stuurt alleen rijst. Waarmee moeten de mensen het consumeren? Het is algemeen bekend dat door de droogte alle groenten en andere gewassen van de binnenlandbewoners zijn uitgedroogd. Hoe zit het met drinkwater? Je vraagt je af waarom de getroffen regio nog niet is uitgeroepen tot een rampgebied, aangezien er op sociale media foto's rondgaan van watervallen. Die eigenlijk toeristische attracties zijn, maar inmiddels zijn uitgedroogd. Ook de rotsen waar je normaal gesproken van de ene naar de andere plek kunt lopen, spreken boekdelen. Waar blijft de inzet van militairen om voedselpakketten te bezorgen in de verschillende dorpen? Morgen zullen ze waarschijnlijk wel langskomen voor propaganda. We hopen dan dat de mensen hun verstand gebruiken en zich niet overmatig inspannen voor mensen die zich niet eens om hen bekommeren in deze moeilijke tijden. Waar zijn de parlementariërs van deze gebieden? Er wordt met geen woord gerept over de situatie in deze regio's. Ze zouden zich diep moeten schamen. Of zeggen ze niets omdat hun ambtstermijn bijna voorbij is? Hebben ze al gevonden waarvoor ze in het parlement wilden zijn?